mensen Vaas hier en vandaag gaan we het hebben over het bedenken van een goede kanaalnaam. Ik heb namelijk een dag of twee geleden een mailtje gekregen van iemand die graag een kanaal wou beginnen en niet precies wist hoe hij zichzelf moest noemen op YouTube. Laten we dan ook beginnen bij het begin. Een goede kanaalnaam is iets heel belangrijks en dan merk ik ook echt heel belangrijk. Ik persoonlijk bijvoorbeeld kijk altijd naar de kanaalnaam voordat ik erop ga drukken of überhaupt een video ga bekijken. Is je naam dan bijvoorbeeld xxminecraftxx2mlgpro of iets in die richting? Dan druk ik je kanaal ook gewoon per direct weg. Het is daarom ook zo belangrijk dat een kanaalnaam lekker kort is en lekker pakkend is. Kijk even naar mijn naam bijvoorbeeld, Faiza. Het is heel kort en je kan het makkelijk onthouden. Hoort het 2 keer, 3 keer zoiets en het zit gewoon in je hoofd. Een langere naam nemen is daarom ook geen ramp, maar maakt het dan wel relevant aan je kanaal. Twee perfecte voorbeelden hiervan zijn namelijk TubeTotaal en Hoe Gaat Dat. Hun naam verklapt letterlijk al waar hun kanaal over gaat. Mocht je er nou echt niet uitkomen, is mijn tip om een gebruikersnaamgenerator op te zoeken, meerdere namen te genereren en kijken of je daar wat inspiratie kan doen. Een paar voorbeelden kan je creatieve proces soms namelijk iets mishelpen. Laten we er even van uitgaan dat je nou al een naam gevonden hebt. Je denkt, ojo, deze is eigenlijk best wel vet, die wil ik gaan gebruiken. Om zeker te weten dat het een goede kanaalnaam is, kan je altijd naar YouTube gaan, in die zoekbar jouw kanaalnaam opzoeken en dan gaan filteren op kanalen. Zijn er meer kanalen met jouw naam, dan wordt het tijd om wat nieuws te verzinnen. Zijn die er niet of zijn er bijvoorbeeld 1 of 2 inactieve kanalen met die naam, met amper abonnees, dan zou ik zeggen ga er gewoon voor. Een fout die ook vaak gemaakt wordt, is dat die mensen zich gaan haasten om een naam te verzinnen. Dat is iets wat je niet moet doen, neem gewoon rustig de tijd om een naam te bedenken. Je kan namelijk letterlijk overal, maar dan ook echt overal inspiratie uithalen. Voor mij bijvoorbeeld, op mijn werk heb ik regelmatig een ordernummer die op zo'n bonnetje staat. En dat is dan letterlijk V41ZA. Nou, 41 lijkt behoorlijk veel op AI. En als je dat zo gaat oplezen, staat er gewoon op je bon Faiza. Nou, en daar komt dus mijn naam vandaan. Als laatste is het handig om namen zoals Minecraft X-Pro, Call of Duty Case en al dat soort onze dingen gewoon te gaan vermijden. Die namen zijn niet bepaald aantrekkelijk, moeilijk vindbaar en geloof mij, niemand gaat daar naar lopen zoeken. Als je aan alle net genoemde tips gaat houden, dan zal je vanzelf gaan zien dat het bedenken van een naam heel wat makkelijker wordt. Anyway, dit was de video weer voor vandaag. Mocht je nog een vraag of een onderwerp hebben of wat dan ook voor mij om te bespreken, gooi het dan even neer in de reacties en vergeet niet te abonneren zodat je later de video ook terug kan zien. Heb je dat allemaal gedaan? Dan, je bent geweldig en wie weet check je terug in de volgende video.